En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. In onze serie over mini-biebs zijn we vandaag in Beers aangekomen. En gewoon aan de doorgaande weg, hier in Beers, komen we langs een prachtige nieuwe mini-bieb. Want ik heb begrepen dat hier pas heel kort staat. Nou, bij mij de eigenares van deze mini-bieb, Doreen. Goedemorgen, Doreen. Goedemorgen, Ellie. Ja, dat klopt. Het is nog geen 2 weken staat je er. En we zijn er heel trots op. Ja. Nou ja, kort. En je vertelde mij zo net al dat er nu al geruild wordt. Ja, vanaf dag 1 hebben we al fietsers zien stoppen en ruilden hun boeken of namen boeken mee. En ik zie dus ook dat er gewoon andere boeken bij zijn gezet. Dus er wordt ook geruild en er worden ook boeken bijgezet. En dat is denk ik ook het idee van zo'n mini-bieb. Het zijn allemaal mensen die zijn met boeken bezig, die vinden lezen leuk. En je hebt soms een boek al gelezen of 2 keer of 3 keer gelezen. En dan denk je, ik wil er wel vanaf. En een ander is er blij mee. En zo sta ik er ook in. Ik heb hartstikke veel boeken thuis. En ik ga ze niet allemaal nog een 2e, 3e, 4e keer lezen. Dus voor mij mag iemand anders ervan genieten. En hoe handig is het om dat via een mini-biebje te doen. Ja. Maar hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om hier een mini-bieb te beginnen? Ja, nou, er zijn genoeg voorbeelden in de omgeving, hè, die mij geïnspireerd hebben. Maar het begon eigenlijk al een paar jaar terug op campings en vakantieparken. Zag je af en toe zo'n mini-biebje. En ik dacht, goh, wat goed om je gelezen boeken gewoon achter te laten en dat anderen ze mee kunnen nemen. En dat is eigenlijk mijn eerste inspiratie om dit te doen. Ja. Maar vind je het niet jammer om boeken die je mooi vindt of zo, dan toch gewoon ergens achter te laten? Ja, nou, in eerste instantie wel. Heb ik altijd gedacht, nou, boeken zijn me veel waard, dus die doe je niet weg. Maar aan de andere kant, als je ze niet meer leest, en ik ben ook heel makkelijk in het uitlenen van boeken, maak me nooit druk over als ze niet terugkomen. Dus heb ik gedacht bij mezelf, ja, eenmaal gelezen, ik ken het verhaal, ik ken de beleving. En gewoon laat een ander ervan genieten. Dus dat punt, dat ben ik gepasseerd op een zeker moment, ja. Ja, en zo krijg je natuurlijk ook weer boeken terug. Heb je er al bij gezien waarvan je denkt, oh, die lijkt me wel leuk? Nou, nog niet, maar ik hoop wel dat dat gaat komen. Want dat levert mij natuurlijk ook een nieuw leesvoer op. En dat is altijd welkom. Ja. Ja. Lees je zelf veel? Absoluut, anders had ik niet zoveel boeken. Ik lees ook veel Engels, er komen ook Engelse boeken in te staan. Ik lees veel Engels, veel Nederlands, mijn man ook. Dus we hebben gewoon heel veel boeken en we lezen gewoon heel veel. Tegenwoordig wel meer en meer op de iPad, omdat het zo makkelijk is. Maar het blijft heerlijk om gewoon een boek in je hand te hebben en die kaf te voelen en met die letters bezig te zijn. Op een of andere manier heeft een boek gewoon iets. Ja. Ja, en een iPad zet je natuurlijk niet zo snel in zo'n mini-bieb, hè? Nee, dat gaan we niet doen. Dat levert ook niet zoveel op, denk ik. Nee. Van wat voor boeken hou je zelf het meest? Waar kunnen we jou mee plezieren? Ja, dat is heel, heel breed. Ik vind eigenlijk heel veel boeken leuk. Dat kan literair werk zijn, maar dat kunnen ook gewoon makkelijk te lezen boeken, vakantieboeken. Eigenlijk heb ik niet een hele specifieke voorkeur. Ik lees veel en ik lees graag. Ja. Ook Engelstalige, zeg je, die mogen ook in je boekenkast?
Die mogen zeker in mijn boekenkast, omdat dat soms ook moeilijk is om eraan te komen in deze omgeving. Dus we gaan ook onze Engelstalige boeken hier wel inzetten. En Engelstalige, maar ik denk ook andere talen. Want we hebben natuurlijk, hè, ons land van Kuik ontwikkelt zich steeds meer als een toeristisch gebied. Wat we er dan misschien ook van vinden. Maar je ziet wel dat de toeristen aangetrokken worden. En daar zitten natuurlijk Anderstalige mensen bij. Dus dat lijkt me alleen maar fantastisch als je hier langs fietst en je ziet een Franstalig of een Duitsstalig boek erin staan. Ik heb ze niet, dus een ander mag ze erin zetten. Ja. Er zijn stichtingen zwerfboeken.nl en mini-beeps. En nou ja, je kunt je overal bij aansluiten. En dan kun je boeken soms volgen. Ja. Lijkt je dat leuk om te doen? Dat je ziet van, nou, mijn boek is hier begonnen en gaat ergens anders heen? Nou, misschien wel. Ik ga er eens even naar kijken. Dankjewel voor de tip. Ja. Ja. Wat voor soort boeken heb je erin? Voor volwassenen, voor kinderen? Nou, alles is welkom. Er staat nu een groot gedeelte volwassenen. Er staan wat kinderboeken of jeugdboeken bij. Maar ik denk dat het juist heel leuk is. Ik heb ook nog wel wat kinderboeken. Kijk, de eerste instantie dacht ik, ga het eerst eens neerzetten. Gaan we het even proberen. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er met het kastje zelf? Prachtig bouwwerk van mijn man. Het zou het zonde zijn als het na 1 of 2 dagen al omlag. Maar nou, ik weet, hij staat er 2 weken, blijft vast wel staan. Gaan er zeker ook kinderboeken in komen en jeugdboeken. Ja. 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 Nou, en dan even over het bouwwerk. Je haalt het al aan. De mini-beeps die we tot nog toe hebben gezien, zien er vaak uit als een kastje of een huis. En natuurlijk ziet dit er ook als een kast uit. Maar toch weer anders. Hoe zijn jullie tot het ontwerp gekomen? Ja, geweldig hè. Nou ja, mijn man is nogal handig en ontzettend creatief. En die heeft dan in zijn garage nog hout liggen en plexiglas en weet ik veel. En dan zeg ik, ik wil graag een mini-beepje. En dan gaat hij daar eens over nadenken. En ik kwam op een gegeven moment thuis en toen was dit er. Dus het is gewoon ontsproten aan het creatieve brein van mijn man. En ik vind hem ontzettend leuk geworden. Ja. Dus het was gewoon, ik vraag en het komt er. Ja, zo werkt dat. Ja. 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 Wat hoop je dat er nog in komt? Nou, weet je, van mij hoeft er niet een specifiek boek in te komen. Ik zou het gewoon leuk vinden als het volop gebruikt gaat worden. En dat ik gewoon zelf er meer boeken in kan zetten, dat ik eens een keer wat uit kan halen. Maar dat ik gewoon zie dat mensen plezier hebben aan de boeken die er staan en ze meenemen. En gewoon plezier hebben aan lezen. Want dat is het enige wat ik echt hoop. Ja. Hoeveel tijd ben je ermee bezig, denk je? Ik denk niet zo heel veel. Nou, het er eenmaal staat en de boeken zijn er. Ik ga af en toe kijken wat staat er en ik haal eens een keer wat uit. Ik doe er andere dingen in. Dus ik verwacht niet dat het me heel veel tijd gaat kosten. Nee. Maar wel met veel plezier zo te horen. Ja, absoluut. Anders zou ik het niet doen. Nee, ik heb er echt heel veel lol in. Ja. Ja. Dankjewel voor je tijd en hopelijk wordt die volop gebruikt hier. Midden in de doorgaande weg in Beers. Dankjewel. Ja. Nou, dankjewel. Leuk dat jullie hier aandacht aan besteden. Leuke nieuwtjes. Dankjewel.